De veiligheidsautoriteiten patrouilleren dagelijks vanaf 8 uur in de avond in verband met de partiële lockdown die in Suriname is ingegaan om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het Nationaal Informatieinstituut heeft het afgelopen weekend tijdens de controles een verslag gemaakt van de situatie over straat in het noorden van Paramaribo. Gelet op de situatie kan geconcludeerd worden dat de gemeenschap in de bezochte gebieden gehoor geeft aan de maatregel om zich na 8 uur niet op straat te begeven. Commissaris van Politie, Michal de Kolf, gaat in gesprek met het NII ook in op deze kwestie. Nou, ik krijg de surveillance van de politie. En dan gaat de politie het nodige doen om de mensen erop te attenderen dat zij op dit moment, toch na de lockdown dat aangegeven is door de president, vanaf dat tijdstip niet meer op straat mogen zijn. Toch, het is voor de mensen hun eigen veiligheid om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk de spreiding van het virus kunnen indammen. Toch, en dat doen we dan een beroep op de samenleving om mee te werken, om ervoor te zorgen dat we niet zoveel, dat de spreiding wordt ingedampt en dat we zo snel uit de situatie komen, waardoor we dan weer hoe we dan als land weer ons weer vredelijk kunnen bewegen. Het is nu al bijna een week, deze partiële lockdown. Heeft het commissariaat noemenswaardige calamiteiten, als ik het zo mag noemen, ondervonden? Niet het commissariaat als zodanig. De politie moest dan op enkele plekken optreden. Toch? Mijn collega Zuidwest had ook een paar mensen van hem gestuurd in het veld die ook tegen een aantal dingen zijn opgelopen, waarbij de politie is gekomen en een verlichting heeft gebracht in de situatie. Wel, de eerste 3 dagen hebben we een aantal calamiteiten gehad. Mensen die een beetje provocerend bezig waren, zieken naar de politie toe. Na die 3 dagen hebben we onze aanpak een beetje veranderd. En daar hebben we dus dan gemerkt dat we ook op Facebook geen filmpjes meer hebben gezien. Wat we wel hebben gehad, dat we in bepaalde buurten barricades hebben gehad. Mensen die banden in brand hebben gestoken. Ze hebben boomstronken op de weg gezet. Stenen, dus zulke dingen hebben we dus daarna wel gehad. Iemand die zich na 8 uur op de openbare weg bevindt, wat wordt er met zo iemand gedaan? Het hangt ervan af. Je hebt mensen die uit de middagdienst komen, verpleegsters, die krijgen gewoon de gelegenheid om hun weg te vervolgen. Maar mensen die niet kunnen verklaren waarom ze op de weg zijn, worden naar het politiebureau van het desbetreffend resort waarin ze zich bevinden begeleid. En dan worden ze daar opgehouden tot de volgende ochtend 6 uur, wanneer ze zich weer vrijelijk kunnen bewegen. We zijn over straat met een gemengde eenheid en het is rustiger dan we hadden verwacht. Het is veel beter. Het gaat elke dag een beetje beter dan de andere dagen. We hebben zo in het gezien dat we rekening naar een COVID-virus, meer bekend als de coronavirus, Sadena Codre Nono de Westfitting. Maar wat wil je die van houden ook toe voor bestrijding? Mijn oproep naar de samenleving toe is, hou je gewoon aan de regels. Zie het niet als een straf, je bent thuis veel veiliger. Als we allemaal thuis blijven, zorgen we ook ervoor dat we een beetje beperking leggen op het verspreiden van het COVID-19 virus.